Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Het is vandaag donderdag, ja donderdag de 5e juli. Ik denk dat jullie deze vlog pas zien maandag 14 of zo, 16 denk ik. Ik weet het niet. Maar alleszins, ik heb heel goed proberen mijn best te doen om vooraf te werken met de vlogs. Omdat ik weet van vorige keer, toen ik op vakantie was, dat het redelijk een taak was om daar te monteren. Ik ben daar met mijn familie en die willen graag dingen doen. En we gaan van alles doen en we zijn gewoon graag s'avonds ook... Oh, sorry, ik heb kattenhaar in mijn neus hangen. We zijn gewoon ook graag zo s'avonds samen... En we willen gewoon ja, graag echt genieten van de vakantie die we samen hebben met mijn ouders. En deze keer gaan Sam zijn ouders ook mee. Dus ja, ik dacht, ik ga echt goed vooruitwerken. Zodat ik zeker een week niet echt moet monteren. Oké, tegen het einde van die week ga ik wel moeten monteren. Want dan dinsdag moeten er terug vlogs zijn. Maar dat ik toch wel zeker de eerste paar dagen met mijn familie kan doorbrengen zonder dat ik heel veel op mijn laptop zit. Dus dat is het plan en dat is wel goed gelukt. Ik voel me echt... Oh, ik ben zo gestrest om morgen te vertrekken. Echt erg. Ik snap niet waarom, want bij Ibiza had ik dat bijvoorbeeld niet. Maar ik denk dat ik dat daar niet had, omdat ik wist dat het maar 2 uurtjes vliegen was. En dan was ik er. Deze keer is het, ik denk, 8 uren vliegen en dan nog eens 2 uren vliegen of 3 uren vliegen, zoiets. We vliegen van Düsseldorf naar Atlanta en dan van Atlanta naar Orlando. Dan blijven we 2 dagen in Orlando en dan gaan we door naar Bradenton. Dus ja, ik ben redelijk gestresseerd. Ik heb gisteren een vlog gemaakt over al de tips voor anxiety en paniekaanvallen. En ik heb van de dokter gisteravond nog iets gekregen om rustig te worden. Dit zijn dingen die ik niet zo graag deel, want dit is natuurlijk echt wel een medicament. En ik vind dat je daar... Ja, oké, dit krijg je sowieso niet zonder voorschrift. Dus oké, niemand kan dit zomaar gaan halen. Maar als je struggelt met paniekaanvallen en al die dingen, ga naar de dokter. Want ook, ik neem een soort antidepressiva speciaal voor angsten. Die heb ik al eens laten zien, dat is deze. En heel vaak krijg ik op Instagram berichtjes van... Hallo, ik heb ook angst. Welke antidepressiva neem jij? Want die wil ik ook nemen. Maar dan denk ik, zo werkt het niet. Want het kan wel zijn dat je je related voelt met mijn angsten en problemen als ik mijn verhaal vertel. Maar iedereen is anders. En iedereen heeft een andere behandeling nodig. Het kan zijn dat je hetzelfde nodig hebt. Maar het kan ook van niet. Dus ga nooit... daarop af en ga gewoon met een dokter of een psycholoog praten. Ik heb deze pilletjes, ik denk ondertussen al bijna 3 jaar geleden, gekregen in samenspraak van een psycholoog en mijn dokter. Die hebben mij dat aangeraden en die hebben daar samen over beslist. En dan heb ik beslist, doe ik het of doe ik het niet. Ik heb dat heel lang uitgesteld, maar oké, de pilletjes werken heel goed voor mij. En dan nu... Voor op het vliegtuig heb ik dit gekregen. Het is een soort van... hoe noemt dat? Xanax? Xanax? Xanos? Xanax? Geen idee. Maar dit is een soort ervan waar... Maar een hele, 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 hele lichte variant. Dus maar 0,25. Dus mocht ik mij... paniekerig voelen, kan ik er zo eentje nemen. Maar de gedachte dat ik dit heb, doet ook al gewoon veel. Ik ga proberen die niet te nemen, maar als het nodig is, dan ga ik ze nemen. Ik ga gewoon naar hier luisteren en naar mijn lichaam luisteren. Dus dat wil ik ook nog eventjes zeggen, maar alsjeblieft, ga nu niet naar de dokter en zeg, hey, ik heb dit nodig. Ga gewoon praten met uw dokter en kijk wat goed is voor u.
Sorry voor deze rant, maar dat wil ik gewoon eventjes zeggen. Ga alsjeblieft gewoon niet af op wat iemand anders neemt. Ik heb ook genoeg video's gekeken van mensen met anxiety, met paniekaanvallen. En die zeggen ook verschillende pillen, maar die pillen werken niet voor mij. Dus ga gewoon echt met een dokter of een psycholoog praten. Dat is altijd het beste. En dan zult je wel zien wat daaruit komt. Maar ja, omdat veel toch vroegen, wat gaat jij nu doen met uw angststoornis, wil ik ook wel laten zien wat dat ik nu heb gekregen van de dokter. En ik ga ook de tips toepassen van de spelletjes in mijn hoofd te spelen, met de kleuren, met tellen en zo, die dingen. En natuurlijk veel praten met Sam en met de mensen die meegaan. Ik ga met mijn ouders, mijn zus, een vriendin van mijn zus, Delphine, en Sam zijn ouders op vakantie, dus dat is wel heel tof. Delphine gaat wel maar 1 week mee en dan vliegt hij terug helemaal alleen. She's crazy. Zou ik nooit durven, maar oké. Delphine durft dat wel. Ze is wel een, hoe zeg je dat, diehard woman. Dus dat is wel goed. En wat wil ik nog zeggen? Niks meer, denk ik. Ik ga nu de vlog starten vandaag, de laatste dag voor de vakantie. Het wordt nog heel hectisch vandaag. Maar oké, we zullen zien. Ik ga zien wat ik kan vloggen. Ik ga zelfs naar kantoor. Ik heb me al geschminkt. Mijn haren ga ik niet doen. En dan neem ik jullie vandaag weer mee. Ik ben ondertussen al heel de middag bij mama en papa. Het is 4:30. We zijn niet lang op kantoor geweest, want Celine had heel veel pijn aan haar staartbeen of aan haar heiligbeen. Dus ja, we hebben niet super veel gedaan, maar ik heb hier nog wat gewerkt. En ik ga nu eens mijn voeten in het water steken. Ziet er wel vuil uit, maar oké. We're home. Ik ben een thee aan het maken. Een relax tea. Ik heb net eten gemaakt ook. Maar ik heb zelf soep gegeten. Maar voor Sam heb ik dit gemaakt. Kebabvlees, rijst en tomaatjes. Met zoetzure saus. Dat was alles wat we nog in de frigo hadden. Dus dat moest ik opmaken. Ik ga nu mijn thee drinken en nog wat werk op de computer. Sam is ook aan het werken. Daar. Met Sheldon op zijn schoot. En Milky zit weer in de kattenbak. Milky! Milky! Hey, cutie! Nope. Milky, alles goed? Wat doe je ook hier? Sheldon. Alles oké? Alles oké, ja? Wat ga je eikens? Wat ga je eikens? Hun verzorgster is net langs geweest, Hilde. Hè, die gaat goed voor jullie zorgen, hè. Als wij weg zijn. Dat is leuk, hè. Ja, hè. Ja. Jij gaat het ook wel leuk hebben met Hilde. Die is heel lief. Ja, hè. We hebben dus iemand die op de katjes komt passen thuis. Die gaat bij Sam zijn ouders en ook dan hier. En die komt de katjes elke dag verzorgen. En die blijft hier zitten. Een paar uurtjes. Dat de katjes niet alleen zijn. Oh. Bijna, mufke. Bijna. Bijna. Hey. Hey. Kijk eens naar mij, mooie. Kijk eens naar mij. Wat is dat? Pak het. Pak het. Cutie. Sam is hier. Hier. Het is 8:30. Ja. En hij moet zijn auto nog gaan wisselen. Is nog aan het eten. En moet zijn koffer nog maken. Woehoe! Ik ben klaar, Zalle. Dat is goed. Alle geluk. Ik ga chillen. Ik ga chillen in de zetel. Alles klaar hier voor morgen. En ik ga nog kleine avondsnack eten. Ik heb relaxed tea. En ik heb
rijstwafels met lactosevrije kaas en ene met, hoe noemt dat, speculoospasta. En ik ga ook mijn snor nog ontharen in de zetel, want dat is kei gemakkelijk met dit. Ik doe dat voor de vakantie. Ik heb dat voor Ibiza gedaan, dus nu staan er een paar haartjes. Maar that's what I'm gonna do. Put the TV on. Milky, kom je mee chillen met mij? Ja? Oké, dat is leuk. Ik heb net een ontdekking gedaan die mijn leven echt weer makkelijker maakt. Dit is misschien TMI, too much information. Maar ik denk dat jullie weten dat ik de Nuva-ring gebruik. En de Nuva-ring heeft gewoon zo'n hulpmiddel om die in te brengen. Dat wist ik helemaal niet. Ik kreeg zo gisteren van de apotheker zo'n dik pak mee. En ik dacht, Ik dacht, ja, daar zullen er nu 6 of zo in zitten in plaats van 3. Er zitten gewoon 3 applicators bij. Dat is echt super handig. Je steekt gewoon die ring erin en dan woep, blijft dat zitten. Hè? No more struggles. Dus voor wie dat de Nuva-ring ook gebruikt, vraag achter applicators. Misschien denken jullie echt, girl, ik ken dat al 3 jaar of zo. Want ik gebruik de Nuva-ring echt al 5 jaar en ik wist zelfs niet dat dit bestond. Het is de eerste keer dat ik dit zie of hiervan hoor. Dus ja, misschien ligt het aan mij. Ik weet het niet, maar ik wou het toch even meedelen aan de Nuva-ring gebruikers onder ons. En een Nuva-ring is trouwens hetzelfde als een pil. Alleen werkt dat plaatselijk en moet je dat niet innemen, maar steekt je dat vaginaal op. Dus voor de mensen die niet weten wat de Nuva-ring is, that's it. Sam is nog zijn laatste spullen aan het maken. Maar ik ga de vlog hier afsluiten. Because I am going to bed. Ik denk dat het 8:15 is, 10:30 of zoiets. Maar mijn lippen zijn helemaal dik ingesmeerd. Want ik heb zo mijn lippen liggen open. Sammy, yes. Good night. Good night, baby. Ah ja, ik wil ook nog even meedelen dat ik morgen op het vliegtuig en in de luchthaven niks ga filmen. Want vorige keer was dat eigenlijk een beetje extra stress. En ik wil niet aan iets anders moeten denken dan dat gewoon alles goed gaat op de luchthaven. Dus ik ga niet filmen. Het eerste wat jullie gaan zien in de volgende vlog is als we daar zijn aangekomen. Of die ochtend of zo. Ik weet het nog niet. Ik ga zien wanneer dat ik ga filmen. Misschien gaat het wel en doe ik het wel. Maar ik gok van niet. Dus hopelijk vinden jullie dat oké. Okay. En nu ga ik slapen. Mm-hmm. Slaap wel. Slaap wel iedereen. Slaap wel. En wij zien jullie in Florida. Orlando morgen. Ja, Orlando, ja. Ja. In Orlando. Of Atlanta. Of Atlanta. Daar ga ik ook niet filmen. Oké. Dus Orlando. Dus tot in Orlando. Morgen!